Zo ziet het er bij elke frietkraam uit. Maar haal het nepgroen weg en hij ziet er zo uit. En dat is volgens de experts beter. Welkom, fijn dat u bij me bent. Kijk eens wat we allemaal hebben. Vertel eens over producten. Vertel eens over combinaties. Dan ben je gast hier. John van der Zand uit Veldhoven is de degelijkheid van de cafetaria zat. Hij geeft een workshop over hoe het beter kan. Top 3 meest gemaakte fouten. Een van de fouten die ik vind is door te veel te laten zien. Waardoor dat het eigenlijk onoverzichtelijk wordt. Is een fout. Een tweede fout die ik persoonlijk vind is door te weinig te kijken naar wat een klant ziet. Dus echt door de bril van de consument te kijken. En niet alleen maar wat je zelf vindt wat er gedaan moet worden. En een derde is van het belangrijkste eigenlijk is, verleid ze met producten. En dat kan ook bij de cafetaria. John van Holst uit Dongen heeft op dit moment de beste cafetaria van Nederland. Hij heeft wel wat tips. De tips die we hebben gegeven is van de kwaliteit, zorg dat je spullen goed zijn die je verkoopt, zeg maar, voor de mensen. Als mensen binnenkomen, dat ze gastvrij zijn, begroet de mensen goed. De medewerkers motiveren om ze zo goed mogelijk te laten werken, dat het een feestje is om te werken, zeg maar. Natuurlijk weet ik dat bij patat mayo lekker is. Maar zijn er nog andere sausjes die misschien gecombineerd kunnen worden met bepaalde snacks? Zijn er nog andere dingen die gecombineerd kunnen worden met elkaar? Wat ik hier heb geleerd, om toch nog meer te durven te ondernemen. Nog meer veranderingen in het standaardproduct uit te kunnen werken. Nou, op zich, het frietje bakken aan zich is niet zo moeilijk. Het zijn honderden frietjes tegelijkertijd bakken, dat is moeilijk. Ja, en het allemaal bij elkaar brengen van bereidingstijden in een enorme korte tijd, dat is moeilijk.